Deze bekende Nederlanders waren bereid om hun verhalen te delen ten behoeve van de kinderen in oorlog nu. War Child wil deze mensen daarvoor enorm bedanken. Nog eenmaal geven wij hen in deze slotaflevering het woord. Een goede oorlog, dat zou de zaak weer eens even flink opschudden. Nou, dat is dus echt volstrekt idioot natuurlijk. Als er weer een oorlog ergens op deze wereld zich openbaart, dan denk ik, daar gaat weer anderhalve generatie van de mensheid. Is het in godsnaam mogelijk dat je een machinerie op kunt zetten wat uitmondt in de dood van 6 miljoen mensen? Hoe krijg je het voor elkaar? Zeker toen ik in de politiek zat, lag er een enorme blokkade, omdat ik geen moment de indruk wou wekken dat ik mijn carrière zou bouwen op dat verhaal. Het belangrijkste wat ik heb gewonnen, behalve dat ik behoorlijke power wel heb, is dat ik nooit onverschillig ben. Onverschilligheid vind ik de allergrootste naaste eigenschap die een mens kan hebben. Hoe moet je iemand veranderen of overtuigen dat je misschien wel eens iemand moet helpen in plaats van de deur te sluiten en zeggen, oh, het zijn die vieze vluchtelingen en laat ze op sodemieteren. Wat ik zeker bezit in mijn hoofd, dat is een gezond, maar diep wantrouwen tegen elke man of vrouw die zegt dat hij of zij weet hoe de wereld in elkaar moet zitten en dat je naar hem of naar haar moet luisteren, dan komt het allemaal goed. Dat gaat er bij mij niet in. Nou, je mag in ieder geval beseffen dat wat het is, zoals ik, om 70 jaar, 73 jaar lang in vrede te leven. Dat is werkelijk de eerste generatie die dat overkomt. Ik hoop dat er nooit meer wat gebeurt. Waarom moet je al oorlog maken? Waarom moet je elkaar afmaken? Je moet één geheel zijn. Waar emoties te groot zijn, komt de taal tot stilstand. En dat is wat een oorlog doet. Er komt zoveel op de mensen af dat ze raken sprakeloos. En ze nemen het rest van hun leven mee. Kijk, je kunt een wereld schetsen die ontzettend veel beter is dan die nu is. En eerlijker en rechtvaardiger. Maar we hebben de middelen, we hebben de rijkdom, we hebben de kennis. En tegelijkertijd weten we hoe ontzettend lang het nog gaat duren voordat we verder zijn op dat pad. Maar dat is geen reden om niks te doen.